Dag, luisteroor. Verschijn jaar heb ik geschreven aan een verholen serie met vader Werom Noorvrouger voor het blad Plustergoud van onze historische verein. Op 8 september verleden jaar is mijn vader op 92-jarige leeftijd overleden. Vandaag laat ik bij Gerard Lunshoff in Toezenbarrel het 13e verhaal uit de serie van 15 huren. Vooraf een kort gedichtje. Voor mijn pa. Begrip tussen ons baant kwam oorgeloot. Volk sluig ik in de wind, jong goud bedaalde rood. Maar, dankbaar, is dan altijd voor mij kloor. En wan je boom alles, een kameroot. Als ik bij mijn pa in woonkomen zit, hoor ik op een zeker moment schriefblok, leesbrillen en penen tot mijn thuis uit. En ik vroeg hem of er zin had om mij over vrouwen joden te vertellen. Al is al zet poestig, dempig, zei zijn moeke, mijn opoe, en niks naar op streek. Maar ieder bord, als ik hem vroeg hou of ter heerheid, dan antwoord hij van dat het niet minder wordt. Maar het wordt ook niet beter, wil ik ten wijten. Hij zegt ten stevast dat het niet hard vooruit gaat. Hij moet zijn medicijnkuur van dokter Hallemol afmaken, en dan kikt dokter weer. Ik ben niet zo slim meer achter de poest dat ik geen twee zinnen achter kan zonder te steen en te piepen zeggen kan, geeft pa mij bescheid. Ik ken het zittende af, ja, die proterij met die, dat zou mooi wat me zwijten. Ome Jacob, hè, jouw oudste broer, dat was een kame, blauwserieuze man met een ingoud karakter, kost op een baan en vertrouwen, moeke het me verteld. Dat klopt helemaal, is het antwoord. Toen Jacob van Ambachtschool afkwam, is hij aan het werk gewoon bij machinefabriek Gotter op Maanshouk. Hij helpt met om motors en kusvoerders te banen. Toen Jacob zo'n 19 jaar was, moest hij... Nee, sorry. Toen Jacob zo'n 19 jaar was, moest hij in dienst. Breuer vroeg aan kapitein van de kusvoerder of hij misschien als machinist metvoeren kon. Dat leek kapitein wel wat aan. Want omdat Jacob motor met inbaat haar, moest hij secuur houden of de barrel reed en voeren deed, ja. Hij was er met bekend. Merak was de naam van het schip waar hij op voerde. Pa begint al der noos te kachelen in te huizen. Hij lab rood aan. Hij zeide, hij, met een zucht, mis maar zo geen 100. 90 komt eerst, pa, dat me kan, man. Zal je een beetje wat rollen? Minstens van jouw leeftijd moet nog goud drinken. Dat wou je toch? Heus mij niks vertellen, zegt pa. Kwijt wel, maar het komt er nou altijd van, hè? Waar waren we blijven met brui, Joppie? Ik kijk op mijn schriftblok en zuik naar de laatste regels. Als pa wiedigheid van... Mijn brui Jacob het een jaar of drieën voort. Daar gingen met een mutsen van centen een jaar naar Zeevoort schouwen touw in stad. Omdat hij daar zijn diploma haar, vroeg de reder, die Jacob inmiddels kon, of hij eerst de machinist worden wil op nachtenbaan schip. Die schip heette van Aries. En zo ging het aan. Een zeitje zit pa in gedachten en hij zwicht. Ik denk aan mijn ome Jacob. Aan het einde van de 80e jaren van de vorige eeuw is hij de ongeneeslijke ziekte uitziet kwam. Hij verheugde zich ook zo op de jaren na zijn werkzaam leven en den wollen van alles om aan zijn. De voorbereidsels hadden al troffen, maar het mocht er niet van komen. Pa het koffie mocht en met muiten labde achter schroefkade naar zijn broodstalen touw. Wie hem elk lekker bakkie troost voor ons toon als pa mij bedoelt dat ik hem maar vroegen moet wat ik nog meer weten wil. Van jouw andere broer, oom Henk, heb ik wat touwstuurd kregen, pa. Een horloge. Ome Jacob, zijn verjaardag, vuil op 22 juni, luid om Henk mij weten. Bij uw thuis aan Schildwolde Diek in Schewolen was het de gewoonte dat hij op die dag voor het eerst nije eerappels tot zo'n uur aten. Opoe, je moeke, ging mij de stam langs en peuterde hier en door een dikke eerappel voort. Er moest een beste praan komen, volgens uw jongste broer, want die waren van die dikke bunzels en aard naar slootgrovers en dat wotterig goudje. Er zat nog weinig zetmeel in de eerappels, hè? Dat is zo, herinnert paas ook. Ik zei mijn oor meers nog voor overbogen bij de stam langs gewoon. Dan waren eerappels bakt in pankhoutspanen met een lekker chaleutje de deur in, lees ik haar op van papier. Dat twotter lap me in de mond, man. Wat een lekker smodderpartij zal het geweest hebben. Dat was het ook, antwoordt pa.
Hij kniest en kijkt begierig. Jong jongste breuer, hij zelf in 1934 geweest, schreef me ook nog dat hij op Sotterdag de hele dag zijn pa midhelp om petrolie te verkopen. Hij verdiende een stuver voor een klipvol. Som met andere kinderen ging hij aan het prugen. Dit was een soort van hockeyspul. In het molzaand van Schildwolde Diek maakten zij van twee polten een doel. Lichting over maakten ze van twee polten nog zo'n doel. Het speelveldje besluit zo wat 40 meter. Hoe groot dat veldje was, dat lag aan het aantal kinderen daar midden. Mijn tennisveld verzamelden zij tennisbaden die in sloot beland waren. Stoefby en Lutje Slachter Bos zorgden zij middenkant een geschikte bongel en die duinde als hockeystok. Ze gaven de bal een beste klap met zijn bongel en dan runden zij door de grote stofwolken heen, door het molzaand. Dit allemaal tot aan verdraaid van hun moekers. Ik leuf, schreef oom Henk, dat we het woord prugen van de Duitse soldaten overnomen hebben. Dat zo best kinder, meint mijn vader, het is al zo lang geleden. Maar ik wil eerst in plaatsen, jongen. Doe mokst er maar een mooi verhaaltje van. Breng me de lege kapjes even naar keukentouw en zet ze tot raden touw vol met water. Goud, zeg ik, en ik baag mijn schriefspullen op en tassen. Dan gooi ik stoon om te doen wat mijn vader mij vroogd heeft.